iemand die vroeg van, hey, City Skylines, hoe zorg je nou dat het een beetje leuk wordt en een beetje makkelijk is? En waarom staan mijn wegen altijd zo vol? Dus ik ga even een klein dingetje in elkaar flansen. Ik heb gewoon een map gepakt en een van de eerste dingen die ik altijd doe, is gewoon zorgen dat alle wegen die hier nu liggen, gewoon weg zijn. Dus gewoon even allemaal lekker laten verdwijnen. Het tweede wat ik altijd doe is, ik speel trouwens wel op Unlimited Money, want dat is, kan je lekker veel bouwen, kan je lekker makkelijk bouwen. Deze ik altijd gewoon. Die, als ik deze pak bij de, autozee of zo. bij dit schepje landscaping en disaster dingetjes. Als je dan sloopterrein pakt, gewoon lekker groot maakt, hier rechterklik doet, dan doet hij alles. En dan gaat ze te vegen, maakt hij alles dezelfde hoogte. Dat betekent dus als je dan huizen gaat bouwen en zo. Oh, dit ging even fout. Als je dan huizen gaat bouwen, dan, dan krijg je niet van die rare hobbels overal. Dat de ene hoger ligt dan de ander en dat ziet altijd heel raar uit. En ik vind dat niet mooi. Dus ik zorg altijd dat alles eigenlijk dezelfde hoogte is. Vliegende auto's zijn ook altijd heel mooi om te zien. En vanaf daar ga ik eigenlijk verder. Dus ik pak nu gewoon even een weg. Ik zal trouwens alle mods die ik gebruik of die ik ga gebruiken, zal ik ook gewoon benoemen. Wat ik wil is dat deze van de grond al is. Hij zit nu op hoogte 10. Ik wilde het aanwijzen met mijn vinger, maar dat zie je natuurlijk niet hier zo. Staat hij hier 10. En dat als hij op 10 staat, betekent dat ook dat er andere auto's eronder door kunnen. Dat ga ik ook bij deze doen. Omhoog brengen naar 10. Doe je trouwens met de page up. Pagina omhoog. Kijk, en als het goed is, kan je dus nu ook... Oh, even naar beneden. Deze op 0 zetten. Oeh, dat gaat dus niet. Dus foutje, sorry. Dan gaat die toch echt even hoger. Dan kan je het of kan je het allemaal weer opnieuw inleggen, zoals ik nu doe. Of je doet het op een andere manier, wat ik later wel zal laten zien. Kijk, deze zou dan op 14 moeten zitten. Ja, dat klopt. Dan maak ik die tot en met hier. En dan een stukje naar beneden. En nou zit die gelijk, zoals je ziet. Oké, dan krijg je nu een van de belangrijkste dingen om verkeer zoveel mogelijk te laten verspreiden. Als je hier zo'n ding neerzet, eentje als deze, die ze eigenlijk standaard altijd gebruiken. Werkt hartstikke leuk, maar een van de belangrijkste dingen is, kijk, hier zo heb je dus 3-4 wegen die in 3 wegen uitkomt. Super irritant. En in het echt komt dat vast allemaal wel goed, maar in City Skylines snappen ze dat niet. Hiervoor heb je dus nu een weg die zowel rechtdoor als naar rechts kan. Heel irritant, dus ze gaan allemaal in die rechterbaan rijden. Echt iedereen. En dan heb je 1 of 2 auto's die wel slim zijn en die dat dan niet doen. Als je dan een two-way highway pakt. Two-way highway. En dan deze naar 2 vermindert. Dan denk je van, maar dat is ook niet goed, kan ik minder verkeer? Nee, dit helpt juist het verkeer. En zoals je ziet heb je dus nu 1 pijltje naar rechts en 2 voor rechtdoor. Dat betekent dat alles wat naar rechts wil, dan nu deze baan gaat pakken. Deze, het kleine stukje hier. Dus waar je hem verlengt, dan krijg je dat natuurlijk ook. En die andere 2, die gaan hierin. Nou, dan heb je de Traffic Manager mod. Die je gewoon kan downloaden, Steam Workshop. Als je dan hier op dit gele lane connector dingetje klikt, dan krijg je zo'n node hier zo. Daarop klikt en dan zeg je, jij mag alleen daarheen, jij mag alleen daarheen, jij mag alleen daarheen. Dus wat je dan krijgt, is dat ze hier... Die kan alleen deze baan, die kan alleen die baan, die kan alleen die baan. En dan kunnen ze hier kunnen ze weer van baan verwisselen. En hier, en hier. Nou, hier zo krijg je dus hetzelfde. En om te zorgen dat het verkeer nou gewoon blijft rijden, kan je dus deze pakken, die hier verplichten, die hier verplichten, en die hier verplichten. Wat dus betekent dat, zodra ze weer op de snelweg willen, dat ze dus in eerste instantie deze baan moeten pakken. Dus ten alle tijde... Blijft dit nu rijden? Of het moet ergens, als je die baan doortrekt, hier nog een afrit hebt, daar vaststaan. Dat natuurlijk niet. Maar idealiter blijft het hier nu rijden. En dat gaan we ook met deze doen. Gewoon even als voorbeeld. Ik pak weer de two-lane high connector. Maak deze 2 weggetjes. 1 voor eraf, 2 voor rechtdoor. En hier krijg je dus 1 voor eraf en 2 voor rechtdoor. En weer hetzelfde. Pak je deze.
en verbind je ze met de goede kleurtjes. En dat doen we hier ook. En hier ook. En hier ook. En zoals je ziet, heb je dus nu eigenlijk een van de perfecte dingen die je kan maken. Dit is een rot ding, want het gaat niet heel veel verkeer doorheen. Het gaat allemaal wat langzamer. Dus het liefste wat je wil is natuurlijk een rotonde, maar dat komt zo meteen wel. Voor nu, ik wil niet zo'n grote stad maken. Ik wil het lekker simpel houden. Maken we het gewoon even zo. Dit halen we weer even weg. Dit kan ook allemaal veel sneller. Maar voor nu gaan we hier dus even een afritje maken. Wat ik wil, oh ja. Je hebt één snelweg, die loopt altijd van buiten de map naar buiten de map. Of in dit geval waar je aan het bouwen bent. Zorg dat je daar niet van af gaat bouwen. Dus doe dus niet dit. Zo. En dan daar naar beneden daar huizen bouwen. Dat verpest echt het hele spel. Wat je dus moet zorgen, wat je moet doen, of moet doen, wat ik zou doen. Is deze even naar de grond brengen. 0. En hier eentje. Dat kan. Doen we gewoon even 3 weg. Deze kant op laten gaan. En eentje de andere kant op laten gaan. Laat ik even wat ruimte ertussen. En ik zal je zo laten zien waarom. Kijk, wat je dus nu krijgt. Is dat mensen die dus ergens naartoe willen. Dan kan je hier weer kleine afritjes maken. En hier, en hier, en hier. Dus dan kan je dit gedeelte. Mensen laten intrekken. Je kan hier mensen laten intrekken. En als mensen dus snel naar de andere kant willen, kan dat ook gewoon. Oh, er staat een paal in de weg. Dat is dan wel even. Gaan we die even een stukje verplaatsen. Deze mod heet de Move It mod. Waar je dus alle dingetjes gewoon mee kan oppakken. En kan verplaatsen. Hier dan staan ze net even ergens anders. En als het goed is, kan ik nu. Oh, is dit 4 weg? Die heb ik niet nodig. Hier kan ik hem zo er doorheen trekken. Ga ik hier ook doen. Die staan natuurlijk ook in de weg. Want dat is even lang. Had ik op zich kunnen weten. Laten we die ook even daar neer. En zelfs die palen kan je met page up, page down. Kan je gewoon helemaal verplaatsen als je wil. Die is niet nodig. Zodat dat hier een beetje verdwijnt. Hier is het. Nee. Hier zo. Ja, en dan heb je dus nu 4 wegen. En hier kan je dus die highway ramps van afmaken. En dat gaan we ook meteen even doen. Voor mensen die dus hier naar binnen willen, kan ik dus nu even een lange rij maken. Zodat mocht er file komen te staan, vooral aan het begin, omdat mensen erin willen, kan je dan. Dat moet er wel een beetje leuk uitzien. Hebben ze dus een ruimere plek om. Om hier in de lijn te gaan staan of om door te rijden. Want er gaat sowieso file komen, vooral aan het begin. Ik ga dit er even een beetje netjes uit laten zien. Dus met de Move It mod kan je het dus omhoog en omlaag doen. Dit is een gekke kink in de kabel. Zo. Zo, goed dan maar. Oké, nou dan hebben we dus de eerste. Dus mensen kunnen er nu in, maar natuurlijk dan niet uit. En dat daaruit moet natuurlijk ook 2 kanten op. Dus wat we gaan doen, is hetzelfde als hier. Beetje een lange ramp. Een stukje omhoog. En die laatste 4 mag die zelf doen. Zo, zie je? En dan krijgen we dus weer een nieuwe ramp. Dan ga ik hier even een rotonde neerpompen. Heb je ook een mod voor? Die heb ik trouwens ook gewoon. Dus ik wist het, dacht ik. Hier zo. Rotonde. Ik heb geen idee hoe deze eigenlijk heet. Zou het zo erbij staan? Roundabout Builder. Dat is ook zo simpel eigenlijk. Hè? Dan kies je dus gewoon een weg. En als het goed is, kan ik ook als ik hier klik. Hier, dan verandert die ook meteen. Ik gebruik nu overal de 3. Dus die gaan we ook hier gewoon doen. Hier zo. Free cursor. En dan met plus en min kan je hem dus groter maken. Zo groot als je wil. Nou, tenminste, zo. En een stukje kleiner. Ik ga wel voor een redelijk grote rotonde en hij knalt hem er meteen in. Oké. Rotondes, als je dus nu hier een ding aan gaat bouwen, zo, hop. En hier ook, zo, hop. Nou, dat doet hij natuurlijk niet wat ik wil. Nou, meestal
Gaat hij dan van vorm veranderen? Super irritant. Wordt het een ovaal en heb je er niks meer aan. Of tenminste weinig aan. Wat je daarvoor kan doen is heel simpel. Je pakt dit stukje, Two Lane Gravel Road. En dan zoek je de notes op. Dus deze. En dan zet je hem eigenlijk in het midden zo vast. waar je dus nu ook dingen aan gaat zetten. En dat ging dus nu eigenlijk ook goed. Ik weet niet waarom. Maar hij blijft nu vastzitten. Hij kan niet los bewegen of alle vormen maken en zo. Dat gaat nu niet. Hij blijft vastzitten op dezelfde plek. Nou, wat ik altijd doe, of eigenlijk bijna altijd doe, is zo'n weggetje eraan maken. Deze komt dan hier. Deze komt dan hier. En ik hoop dat je ziet wat er gebeurt. Hier kunnen ze dus, wat ik dus niet wil, is dat ze zo meteen hier een rondje kunnen rijden. Dus alle drie moeten ze van de rotonde, of ga ik dat wel doen? Dit is altijd zo'n heikelpunt. Wat ik dus kan doen is deze even snel vierbaans maken. Deze ook vierbaans. En dan geef ik ze een extra stukje. En dan zeg ik, jij mag alleen hierheen. Jij mag alleen hierheen. En zie je dat de pijlen ook meteen veranderen? Jij alleen hierheen. Jij alleen daarheen. Jij alleen daarheen. Jij alleen daarheen. En jij mag dan wel daarheen. Hier dus kunnen ze altijd een stukje verder. Als je Shift S drukt terwijl je in die lane connector zit, vindt hij ze automatisch. Dan doet hij ze allemaal in één keer rechtdoor. Wat ik niet wil is dat ze hier dus gaan switchen van baan. En dat mogen ze hier lekker gaan uitvogelen. Maar dit moet gewoon continu blijven rijden. Dan hebben we ook nog dit knopje. Add Priority Signs. Als je die op de rotonde en Shift ingedrukt houdt, dan selecteert hij de hele rotonde. En daarop klikt, dan krijg je dus dit. Wat dit zegt, gaan we dit even snel even weghalen. Dan zou die het wel laten zien. Kijk, als je op de rotonde zit, heb je voorrang. Dus mag je gewoon lekker blijven gaan. En hier moeten ze wachten tot iemand, tot ze voorbij kunnen. Nou, dat geldt dus nu, omdat je Shift ingedrukt hebt, de rotonde gezeten hebt, voor heel de rotonde. Dus op zich best wel handig. Wat je dan ook, even kijken waar die zit hoor. Deze, dit gekke kruisding. Als je hierop klikt, krijg je van alles. En de eerste keer dat ik daarop klikte, dacht ik, wat is dit? Nou, dit tekentje hierbovenin zorgt ervoor dat mensen gewoon lekker blijven gaan. Wat er ook gebeurt, blijven gaan. Dit zorgt ervoor dat je, nu mogen ze geen U-turn maken. Als je die aanzet, mogen ze natuurlijk wel. En dit betekent lane switchen, dus dat ze van baan mogen verwisselen. Nou, dat wil ik dat ze hier niet doen. Wat ik wel wil, is dat ze, zolang ze op de rotonde zitten, lekker blijven gaan. Dus dat ga ik nu voor elk balletje, zo ga ik dat doen, lekker blijven gaan. Als je op de rotonde zit, moet je gas blijven geven. Dat houdt in dat de rotonde gewoon lekker, lekker door blijft draaien. En dat je dus geen file krijgt op de rotonde. Degene die op de rotonde zitten, moeten als eerst. Oké, dan hebben we dit stukje. Wat ik wil, hier zo, maakt niet uit. Omdat ze nu allemaal een eigen baan hebben, vind ik dat ze overal mogen rijden. Of gewoon door mogen rijden. Dus wat ik ook hier doe, is op dit knopje. En wat dat betekent, dat ze zowel hier kunnen ze blijven rijden, want dus als er file komt, kunnen ze hier gewoon die file opvullen. Maar omdat hier niks naartoe moet, die kant op, maakt dat niet uit. En deze kunnen ook gewoon door blijven rijden, waardoor het verkeer door blijft gaan. Dat is belangrijk, City Skyline. Het verkeer moet altijd blijven rijden. Ik heb hier natuurlijk nog maar twee afritjes, die er nog niet heel geweldig uitzien. Wat er dus nu de bedoeling is, dat er nog eentje bij komt, van deze kant naar hier toe. Kijk, nou, dit is het een beetje geworden. Het ziet er niet heel fancy uit, maar het moest maar even. En wat ik dus nu gedaan heb, is dat er hier gewoon dus overal twee banen zitten. En dan krijg je dus wat ik net ook aan het begin heb gedaan. Dit hier zo. Deze heb ik helemaal doorgetrokken hier naartoe. En dit ziet er heel raar uit. 3, dan naar 2, dan weer terug naar 3. Maar ik denk dat het wel gaat lukken. Zo niet pas ik het gewoon weer aan natuurlijk. En bij deze kant ging het iets makkelijker, omdat ik ze aan elkaar kon doen. Had ik misschien hier ook op kunnen doen. Maakt niet uit. Wat er dus nu gedaan is, ze gaan van 3 naar 4. Hier mogen ze niet hun baan bepalen. Dat moeten ze hier al doen. Dus hier kunnen ze switchen. Dan moeten ze hier blijven. En dan hier kunnen ze kiezen of ik ga eruit, of ik ga rechtdoor, of ik ga via deze kant eruit. Dat zijn hun keuzes. En daar moeten ze het mee doen. Nou, wat ik dus nu ga doen, is gewoon even wat huizen neerploppen. Dit wordt ook niet het mooiste.
Oké, ik heb dus hier nu het een en ander gemaakt. En over deze weg zullen we het later nog wel een keer hebben. Wat er nu gebeurt is dat alle autootjes weer terug zijn op de snelweg. Waarom hebben jullie geen water? Hebben jullie wel, maar jullie zeiken gewoon. En zoals je kan zien is ook al een beetje een layout van de stad. Hier komt sowieso alle industrie. En hier komt al het woongedeelte. En wat hier komt, geen idee. Ik weet ook niet wat hier aan de hand is. Oh, omdat ik net met dingen heb lopen kloten. Maar we gaan eens even kijken hoe dit nu werkt. Even wat doorspoelen. Kijken welke de eerste is. Die. Zie je wat ze hier doen? Hier zijn ze al dus hun baan aan het kiezen. En als het goed is... Oh, daar gaat al een auto. Ik weet niet wat dat is. Ik weet niet waar jij vandaan komt. Maar dat maakt ook niet uit. Maar niemand zit hier elkaar in de weg. Dat is het voordeel van zo werken. En je zou toch zeggen dat er een keer een auto heen gaat? Dat alles is gewoon goed. Ah, daar gaat er een. Wat is het? Een garbage truck. Maakt niet uit. Hij gaat erheen. Rijdt het hele pokken en die kant op. En kan hier gewoon. Nou, ik zie wel dat er nog verkeerslichten staan. Dat heb ik ook nog niet gezegd volgens mij. Dus die gaan we zo meteen ook even weghalen. Werkt ook gewoon met de Traffic Manager mod. Dus die kan je daar gewoon mee wegslijpen. Gelukkig maar. Want dat zijn echt coleren dingen. Maar tot nu toe zijn er nog weinig auto's die denken... Hé, laat de stad hier gaan. Ik weet nog niet zo goed waar het dan ligt. Maar daar kom ik zo wel achter, denk ik. Ik denk dat het gewoon even duurt. Ze kunnen wel van de ene kant naar de andere kant. Waarom willen jullie niet daarin dan? Ah, daar gaat er een. Heb ik hem wel gemist, maar oké. Daar ging er nog een. Zie je, hij ging dus vanaf die baan. Het ging misschien wat snel. Even kijken of we een andere kunnen vinden. Ah, kijk. Oh, stop. Hij zit al dus vanaf daar in de goede baan. Dus nou ja, daar gaat hij. Oh joh, doen we hem wel. De jeep. Ik weet dat het jeep is, dus zeg maar. Hij komt heel rustig. Komt hij gewoon van de highway afrijden. Van de snelweg. Hij ziet daar iemand anders ook vandaan komen rijden. Die allemaal gewoon netjes hun baan kiezen. Hier gewoon rustig switchen, wat niks aan de hand is. Hier, niemand zit elkaar in de weg. Oeh, kijk, nou komt er een influx aan auto's. Dat is mooi om te zien. Kijk eens. En hier niemand, iedereen die naar rechts wil, gaat gewoon naar iedereen die rechtdoor wil. Oeh, hier gebeurde wel wat raars, maar ja, dat maakt niet uit. Het is maar één auto, hier doet het ook weer. Maar ja, maakt niet uit dat als het ooit vervelend wordt, kunnen we dat helemaal fixen. En zie je, alles rijdt. En dit is natuurlijk wel het begin. En ik heb hier zo, er kunnen geen auto's die spawnen. Dit is altijd wel een dingetje waarom ze dat doen. Joost mag het weten. Waarschijnlijk omdat ze nog geen andere kant op hoeven. Dus hier gaan ze dus voor altijd nog dat gekke lane switchen doen. Dat kan je natuurlijk forceren door te zeggen... Nee, 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 nee. En dan gaan ze alle drie gebruiken. Kan je doen. Want hier mogen ze wel gewoon lane switchen, toch? Oh, nu moeten ze een rondje rijden. Dat is wel lullig. Ik weet ook niet waarom deze hier nog zitten. Die mag daarheen. Dit gaan we even weghalen. Jullie is weg. Jij mag hierheen. Jij mag hierheen. Jij mag kiezen. Alleen hij. Lieve. Ja, want dan gaan ze ze dus allemaal gebruiken. Ja, nou staan hier dus die stoplichten. En die zijn schijtirritant. Dus als je naar Traffic Manager moet gaan, dat kroontje, dat stoplichtje. En switch traffic lights. Oh. En deze gewoon hier weghaald, zie je? Dan veranderen er. En verdwijnen er ze. En verdwijnen er ze. Verdwijnen ze. Super chill, want traffic lights zijn super kut. Nou, het wordt al wat drukker, aangezien ik best wel veel huizen mensen meteen in willen. Zie je wat gebeurt hier nou weer? Waarom rijden ze door? Nou, dat kan je fixen door hier te kijken. Er is iets waardoor ze doorrijden en ik weet niet zo goed wat. Maar ik denk als ik deze uitzet... Of staan die dingen niet meer goed? Ah, kijk. Die dingen stonden er nog niet aan. Ja, en nu wachten ze. Dus wat ik nu weer kan doen is deze gaan weer aanzetten. En dan wachten ze hier. Ja, dat zorgt voor een beetje een file. Maar zodra die rotonde weer rustig is... rijdt alles weer. Waarom is die rotonde zo? Omdat ze hier niet rechtsaf kunnen slaan. Dus misschien is het handig, René, om dat hier gewoon... even niet te doen. Kunnen maar twee banen kunnen aan de kant. Waarom gebruikt dan niemand die middelste baan? Omdat ze allemaal van die baan afkomen. Oké. Ja, dus dit is een leuke oplossing voor het begin. Maar het is altijd een moment dat je denkt... Kak,
Wat ik nu doe is de tweede baan geef. En dat betekent dat de rotonde voor nu even gewoon rustig blijft, waardoor ze gewoon in kunnen rijden. Wat gebeurt hier? Hier zijn al mensen allemaal bezig. Deze mensen willen allemaal nog erin trekken. Het zijn ook aardig wat huizen die in één keer gebouwd werden. Dus ja, en ze willen nog meer. Dus er moeten nog meer mensen komen. Maar maakt niet uit. Hier, nou is alles weer leeg. En alles kan gewoon weer op het dode gemakje rijden. Zodra zij ook allemaal geland zijn, is er niks meer aan de hand. En hier heb je dan ons eerste kleine dorpje. Ik heb nog geen naam gegeven. Het heet nog steeds Rockdale. Waar kan je dat ook weer aanpassen? Hier volgens mij. Rockdale, ja. Mocht je nou kijken en denken, hé, ik heb een leuke naam voor die stad. Zeg het even in de comments, want dan passen we die gewoon aan en kijken we gewoon wat het leukste wordt. En dat was het voor nu, denk ik. Dit blijft nog wel even rijden. En het ziet er misschien allemaal een beetje horkie-borkie uit. En het ziet er allemaal misschien een beetje raar uit. Maar het werkt. En dat is het belangrijkste. En met City Skylines moet je echt wel een beetje wat tijd investeren. Wil je dit soort dingen fixen. Het belangrijkste blijft altijd zorgen dat die auto's blijven rijden. En dat begin. En zodra je huizen gaat bouwen of een nieuw gedeelte van de stad. Hou je dat niet tegen, zal er altijd file staan. Zo werkt het gewoon. Want mensen willen in één keer heel veel mensen willen in één keer erin. En dat hou je niet tegen, dus daar kan je moord en brand schreeuwen, maar het heeft geen nut. Ik denk dat we in de volgende aflevering het gaan hebben over main roads. Dus degene, je ziet hem hier ook al zitten. Nou, gok of wat welke het is. En hoe dat werkt met de computer. Tenminste, met de AI, zoals ze dat zeggen. Rotondes. Waar kunnen we nog meer over hebben? We kunnen het nog hebben over je industrie, hoe je dat een beetje kan regelen. Over je treinen en wat de volgende stap is na je wegen goed onderhouden. En dat bewaar ik voor de volgende keer, hoe je dat kan doen. Dan moet de stad wel wat vergroeien, dus ik denk dat ik dat buiten de camera even flink neerzet. Even een leuke stad van bouwen, of tenminste een leuke stad, een functionerende stad. En dan gaan we eens even kijken hoe we dan weer zoveel mogelijk auto's van de weg kunnen krijgen. En het is best simpel. En als je denkt, ja tuurlijk, dat gebeurt in tech ook. Ja, dat is ook zo. Maar ja, je moet het wel doen. En er zijn verschillende manieren voor. En ik heb er eentje die ik zelf heel fijn vind. En die voor mij ook goed werkt. En daar komen we de volgende keer wel als vertellen. Ik hoor veel te veel. Dus dit is ook veel te lang. Dus heel erg bedankt. En ik hoop dat er iemand wat aan heeft. City Skylines, leuk spel. Kost veel tijd. Ik zie dat ze aan de rotonde aan het bouwen zijn. Dat wil je niet. Dus dat gaan we ook nog even fixen. Maar het komt allemaal goed. Iedereen bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie in ieder geval nog een leuke dag hebben. En dat je hier iets aan hebt. Bedankt hè.